Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Koos, teleurstellend toch uiteindelijk, hè? Ja, ik denk dat dat wel overheerst, ja. Twee punten verloren misschien wel. Zeker omdat die tegengoal zo laat valt. Een voorzet die erin tikken. Als ze dat in de eerste minuut doen, dan ben je misschien blij met een 1-1. Maar nu overheerst wel teleurstelling, ja. Wat ik positief vond aan jullie was dat ik soms ook wel eens een paar wedstrijden gemist heb. Dat jullie er absoluut voor gingen. Dat vond ik vandaag absoluut wel. Er was echt een ploeg die knokte tegen degradatie vandaag. Nou, dat gevoel hadden wij zelf ook. Hè. En we hebben in de rust ook gezegd, eerste kwartier was voor ons. Knalden er volop, krijgen we kansen. Ja, moet ik eigenlijk gewoon scoren. Tweede helft, eerste kwartier weer. Is weer gewoon voor ons. Dan maak je wel die goal. En ook daarna zijn we gewoon echt blijven vechten als team. Ja, dat merk je wel dat ook wel een soort van voldoening geeft, zeg maar, voor dat punt. Plus dat je tegen Twente geef je dat punt uiteindelijk alsnog weg. En nu haal je hem wel binnen en loop je toch weer 1-1 op Jong Vitesse bijvoorbeeld. Dus kan nog heel belangrijk zijn, ja. Eerste helft beginnen jullie fantastisch, vond ik. De eerste 20 minuten waren echt heel erg goed. Eigenlijk tot het moment dat jij inderdaad het doelpunt moet maken. Want dat was natuurlijk een enorme kans. En daarna zakken jullie wat terug, vond ik. Ik zei net ook al van, het werkt altijd van twee kanten. Ik bedoel, als je in de eerste 10 minuten of kwartier goed speelt, niet scoort, dan krijg je tegen dan ook vertrouwen van, hij ligt er niet in, nu wij. Dan zakt altijd iets weg. Je houdt het niet een hele wedstrijd of een helft vol. Maar goed, dan is het goed dat je 0-0 had en de tweede helft weer doet in het begin en dan wel scoort. Hè. Dat is wel wat we willen. Dus uiteindelijk pakte dat heel goed uit. Extra zuur dat hij dan in de laatste 10 minuten tegenkrijgt, ja. Ja, maar jullie stonden achterin goed. En jij op het middenveld goed de ruimte dicht lopend. Ik heb het idee dat je op die plek ook eigenlijk meer thuis voelt dan centraal achterin. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is vorig jaar voor het eerst. Hè. Door de trainer ben ik daar neergezet. Toen ging het lekker. En het is nu ook met ook Hamid en Gus waren vandaag ook weer heel goed. En dat is ook wel lekker om die achter me te hebben. En dan, als ik daar ook van waarde kan zijn, vind ik dat ook lekker. Ja. Wat heeft je voorkeur eigenlijk? Ik vind het moeilijk. Ik ben van origine toch wel centrale verdediger. Krijg ik misschien wel iets meer de bal in de opbouw ook. Maar ik vind dit ook wel leuk. Hè. Je speelt wat meer naar voren. Moet wel wat meer meters maken. Maar het bevalt zeker goed. Ja. HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.